Ik ben Cedric, 30 jaar, werk in de marinebasis van Zeebrugge. Ik sta in voor het beheer van de wisselstukken van de schepen. Twee levens. Twee levens, inderdaad. Eén leven aan boord en één leven aan wal. Ik ben naar Defensie gekomen door de boeiende verhalen van mijn broer. Ook omdat Defensie de mogelijkheid biedt om veel te sporten en een stuk van de wereld te zien. Ik ben heel blij met mijn keuze en met die twee levens. Operatie Sophia. Operatie Sophia is mijn eerste buitenlandse missie die ik op mijn palmares heb. Daar hebben we uit de Middellandse Zee 172 bootvluchtelingen gered. Met de bootvluchteling ben ik niet rechtstreeks in contact gekomen. Ik heb wel gezorgd voor de bevoorrading van dekens en voedsel. De zee. De zee is machtig, dat is het allerminste dat je kunt zeggen. De eerste dag op zee was er 8 beaufort. Dat boezemde eigenlijk wel angst in. Ik vroeg mij af of dit wel nog een job voor mij was, maar door de bemoedigende woorden van mijn kameraden heb ik het volgehouden. Een memorabel moment was toen ik door de helikopter gewinst werd naar boven, van op dek, om het schip van daarbovenuit op de Weidse Zee te zien. Dat waren unieke beelden en je kan dit enkel maar meemaken als militair. Ik werk nu 5 jaar bij Defensie en heb nog geen enkele dag beklaagd. Jonge mensen die van avonturen houden, zou ik aanbevelen om voor Defensie te kiezen.